Ik ben zo mega trots op mezelf aan het kijken. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Ik heb zin met de school gebracht. Het is echt lekker weer, het ziet er niet heel lekker uit. Het is echt niet koud. Snel naar huis en even nuttig maken. Zo, weer lekker thuis en even tijd voor ontbijt, deel 2. Even kijken hoor. Het is altijd zo'n charmante hoek zo. Gisteren, kijk of ik erbij kan, deze gehaald. Heb ik eigenlijk nog nooit op. Die zag ik, toen dacht ik, oh, dat is wel lekker. Dus die ga ik even klaarmaken met jam. En hopelijk zijn ze net zo lekker als het in mijn hoofd gaat. Als het in mijn hoofd lijkt te zijn. Ik ben wel benieuwd. Dus volgens mij zijn het van die dingen die je ook wel eens op vakantie in een hotel bij zo'n ontbijt ziet of zo. Dus. Ik ga dit openmaken. Verpakkingen zitten dan zo in en dan wil ik niet geen plastic scheuren, omdat ik die gewoon weer wil afsluiten. Maar helaas gaat het niet altijd zoals ik wil. Het ziet er in ieder geval heel erg lekker uit, moet ik zeggen. Jee, ik heb een pakketje binnengekregen. En die ga ik even unboxen. En daar staat een video te redden die ik gisteren geëdit heb. Even kijken, ik ben echt benieuwd. Ik hoop zo dat het dat is. In ieder geval een antieke doos. Ik heb laarsjes besteld van Vagabond. Ik heb nog nooit eerder laarsjes daarvan gehad, dus moet echt even afwachten of ik ze pas. Maar ik heb een hele smalle voet, dus heel vaak passen dingen niet daardoor. En dit zijn ze. Wel grappig, deze laarsjes doen me echt heel erg denken aan vroeger. Toen had ik ook heel veel van dit soort laarsjes, dan wel een iets bredere hak. Maar ook zo'n pasvorm met dat elastiek. Dus het is wel weer echt terug. Oh, zo'n mooie lijntjes. Dus ja, ik vind ze wel echt heel tof. En nu het spannendste moment, of ze dan ook passen. En ze zien er vrij smal uit, dus daar ben ik blij om. Maar ik heb zo vaak, ga ik alle kanten op in mijn schoen anders. En zeker met hakken is dat niet handig, want dan schrik je natuurlijk. Nou, dit voelt heel goed. Kijk, dit zijn de laarsjes. En ze zitten echt goed. Oh, kom je ook even kijken? Vind je mijn laarsjes zo mooi? Het is echt heel tof. En ik moet zeggen dat de pasvorm gewoon goed is. Ja, dat dacht ik toen ik ze zag. Dus ja, ik ben hier blij mee, nieuwe hakken. En ik wilde ook echt graag zwarte laarsjes erbij, want ik had nog maar één paar. Ja, en dan die sneaker wedges. Maar ik vind het altijd wel handig als je, zeg maar, meer dan één paar hebt en dan een beetje een andere stijl. De ene wat stoerder en de andere wat eleganter. Want dit zou ik toch bij iets anders dragen dan de andere laarsjes, dan deze die ik heb. Want die vind ik toch ja, gewoon bij hele andere dingen leuk. Ik ben hier best wel happy mee. Zo, echt het hele huis doorgegaan. En ik moet zeggen, over 20 minuutjes gaan ophalen. Dus ik ga gewoon even in de chillstand. Ik doe dat echt te weinig. Gewoon even zitten, niks. Want vaak als ik dan thee aan het drinken ben, dan ben ik toch weer dingetjes aan een boodschappenlijst aan het maken. Of cadeautjes aan het bestellen die besteld moeten worden of noem het maar op. En ik ga gewoon even niksen. Ja, heerlijk. Nou, voor niks in de regen heen en weer naar school. Want Sarah en Noah wilden samen spelen en Noah is pas jaar geweest en die had walkie-talkies gekregen en daar wilde ze heel graag mee spelen. Dus die is met Noah mee. Die jas is helemaal nat en ik vind bontjassen echt geweldig, maar als ze nat zijn vind ik ze iets minder lekker. Ik mag eerst even hier drogen. In de woonkamer droogt hij altijd veel sneller. Ik blijf hangen.
Dus nou, dan gaan we weer wat anders doen. Zo, ik heb Sarah opgehaald. Die heeft gezegd van Noah. Mama had een vraag. Ja, hier zit ook een vraag. Wat nou als we een keer heel even echt honger hebben en als het niet. En als het nog een beetje lang duurt totdat het feestje van Noah begint of zo, kunnen we heel even naar die verwagen gaan. Nou, dan zijn we met een hele groep kinderen, want ik neem ook een aantal kinderen mee. En dan is even naar de verwagen best wel even een duur groepje, zeg maar. Want dan moeten we met z'n, wat is het, 18 of zo? Dan is het niet, valt het niet meer onder even. Voordat het feestje begint, kunnen we dan bij de verhagen. En de verhagen is niet zo duur als jij denkt. Ik heb niet alleen jou mee, ja. Ik heb nog meer kindjes mee. Nee hoor. Ja. Maar kijk goed, eens achterin. Was het wel leuk met Noah? Ja, en kijk eens achterin. Hè. Zitten daar ja, kinderen? Nu. Jij zegt voor het feestje van Noah, maar dat is toch niet nu? Nee, bijvoorbeeld. Oh, bijvoorbeeld. Ja, maar was het leuk met Noah? Ja. Ja. Hoeveel dagen duurt het nog tot Noah's kinderfeestje is? Twee? Ja, het is nu... Twee? Dinsdag. Twee. Dan is woensdag donderdag. Klopt dat? Ja. Je filmt volgens mij het plafond. Ben je niet meer? Dus twee. Donderdag. Is donderdag het feestje? Twee en dan nog een nacht. Oh, twee dagen en nog een nacht. Ja, dat... Nou, de nacht wordt bij een dag. Ja, eigenlijk dan 2,5 dag. Of 3 dagen, kunnen we ook zeggen. Want rond deze tijd is het feestje halverwege. Er zijn 7 dagen. Hé, hey, mama, als je filmt, moet je wel kijken waar je filmt. Want je gaat op alle kanten. Oké. We hebben net gegeten en ik zal met Sarah vandaag de kamer gaan uitzoeken. De kleren en zo. Dat gaan we niet meer redden, want ze heeft natuurlijk de playdate gehad. Dus we gaan nu alleen even de schoentjes uitzoeken. We beginnen met mijn schoenen. Ze had net toen ik aan het koken was, al zei ik even mijn schoenen uit. Dat ik ook op de grond zitten erbij. Ja, die passen. Die hebben we heel pas gekocht. Nog geen maand geleden volgens mij. Dus die weet ik dat ze passen. Nee, en deze, want dat is maat 29, dat is maat 25. Dus die hoef je niet meer te passen. Die heb je ook gepast. Nee, mama, nee, die heb ik niet gepast. Nou, probeer maar. Dat is 4 maten kleiner, schat. Die zijn echt te klein. Mijn voeten was er één. Deze zijn lekker schokken. Nou, dat is echt te klein, schat. Nee. Dan scheur je eruit. Ga ik ze losser? Zeg, doe die maar uit. Je hebt deze ervoor. Die zijn ook hartstikke leuk. Dus, deze zijn toch hartstikke tof met al die hartjes? Die krijgen ze nou niet uit. Ja. Zo. Oké, en deze zijn... Maat 29. Die, en dit is maat 26. Ja, ik denk ook niet dat je die nog echt past. Nou, deze maar waar zijn je andere kaplaarzen? Die rode. Die zijn... Is ook maat 26. Ik heb er geen rode. Die, is ook, ja, die zijn beneden. Oh ja, die staan natuurlijk voor Sinterklaas. Dan gaan we deze laarzen allemaal... Oh. Boom. Dat is fijn. Doe deze deur even dicht. Die zit in mijn hoofd. Oké, ga deze maar passen. Die passen. Ja, denk je dat? Welke maat heeft deze? 28 geloof ik, maar je zit... Deze zit echt strak. Ja, dat dacht ik al. Dat zei je vorige keer al. Ik wil voortaan wel bij de volgende even voelen. Bij deze wist ik het toevallig al. Maar ja. Deze wil ik echt weg. Die past echt niet meer. Nee. Maar die ene doet het echt zoveel pijn. Ja, dat had je vorige dag. Dat vind ik echt jammer. Kijk, deze passen niet meer. En ik vind ze zo die cool. Heb ik toen ik 5 werd gekregen. Ja. Toen heb ik zo. Dat vind ik echt jammer, want die vind ik echt stoer. Die vind ik zo cool. Die heb je pas nog aan. Die zaten toen. Ja, deze past. Dit zat ook om. Ja, dit staat ook bij mijn outfit. Ja, maar zet die dan maar in de kast. Deze zei je vorige keer ook dat ze te klein waren. Ja, dat klopt ook wel. Dat weet ik nog. Dus die wisten het nog. Dan hebben we deze. Ik hoop zo dat ze nog passen, want ik vind ze echt kik. Ik heb wel ze in een glitterding gezien. Ja. Ja, je wil elke keer je Dr. Martens niet dragen. Weet je, je mag best van mij nieuwe... Niet tegen je deur aanleunen, dan breekt je deur. Voor mij mag je best nieuwe Dr. Martens, als je het te deze krijg ik niet meer aan.
Nee, deze dingen altijd al lastig. Nee, dit zit echt strak. Maar die heb je ook echt de hele tijd gehad. Ja. Nu moeten we mijn sokken uit. Ja. Gaan we even kijken wat er nog past hiervan. Deze passen denk ik nog wel. Ja, dat zijn je Sarah slippers. Kijk, op deze, doe je die al na. Heel leuk, staat Sarah de naam. En op deze staat waar mijn ballet is. Ja, doe maar aan. Ja, die zijn nog goed. Mag ik heel even nog in? Ik vind deze wel even lekker om aan te houden. Ja, maar we moeten nog even 4 paar. Zet ze maar in de kast als ze goed zijn. Denk je dat al deze schoenen nog passen? Alles wat in de kast gaat passen. En nu heb je ook gelijk een beter overzicht, hè, weer. Dat is ook wel prettig. Nou, deze passen. Die passen? Ja, het is goed. Ik heb het gezien. Je hebt nog wat ruimte over als je gaat staan. Je kijkt. De achterkant. Is je schoen. Ja. Nou, dit trouwens. Nee, doe maar trouwens gelijk uit, want je past ze nu wel. Nou, als het weer zomer wordt, ga je ze niet meer passen, want ze zijn precies aan. En ze moeten natuurlijk wel iets groter zijn dan precies aan. Doe je die aan? Je hebt geen ongelijke voeten. Die is open. Ja, ja. Dus ze moeten iets meer dan precies passen. Die zijn nog een beetje klein. Mag ik een beetje dezelfde als deze weer krijgen? Dan gaan we het zoeken. Leuk. Ja, die waren leuk, hè. Deze hebben we op Lanza Rood gekocht. Voor Sarah. En die hebben echt 2 jaar voordat ze paste gekocht. Want kleiner waren ze toen niet. En we vonden ze zo leuk, hè? Ja. Deze is van Andy. Ja. Doe jij die maar aan. Dit is van die zwarte inderdaad. Eentje van de sandalen, eentje van... Ja. Oh, ik pakte er eentje van die ik nog heb. Dat is deze. Het maakt niet uit, ik doe dat zo wel. Als jij het doet. Want kijk, die zijn van deze. Maar... Nee, ik denk dat die... Ja, dat is. Ik dacht even dat je die andere in je hand had. Die met die steentjes. Deze zit al in de doos. En dan die even aan. Ga ik even voelen hoe ze nu zijn. En even gaan staan. Ik heb ruimte. Ja, je moet wel ruimte, maar je moet niet te wijd zijn. Pas dat. Hoe denk je dat dat... Ja, nou, ik gaf... Je hebt ook geen sok aan nu natuurlijk, hè? Je hebt nu ook geen sokje aan. Kleine lekker dingetje. Ah, we zitten. Oh, jeetje. Ik vind het niet te lekker. Jeetje, mineetje. Dat gaat toch aardig wat weg. Kijken, 1, 2, 3, kijk, 4, 5, 6, nou, 7, dit 8, kan 9, nog wel, kijk. 8. Die kunnen al wel, hè? Ja. Okay. Nou, hey, we hebben het gedaan. Goed zo. Papa, er zijn best veel schoenen weg. Ja, dat wist ik al natuurlijk. Ga jij maar lekker douchen dan. Kusje? Ik wil zo graag een kusje. Mama, mag ik heel even iets laten zien? Kijk. Ik doe het of met deze kijk of deze. Kijk. Kijk. Ik weet het, ja. Deze zit nog wel goed. Zit hij toch wel goed? Deze kant zit wel goed, maar kijk. Oh, de andere kant niet. Ja, want kijk. Ik weet elke keer als je die aan had de laatste paar keer, dan zei je oud dat hij te klein was. Dus... Kijk, je ziet dat ik die echt niet aankrijg. Nee. Deze kon alleen weg. Dat is wel gek, 1 schoen. 1 schoen weg. Nou, krijg ik nog een kus of niet? Maar is mijn kusje? Ik krijg een kusje. Vervelia? Laat maar dan. Oké. Blijf van mijn zin. Ik weet ook. Ben overal de dozen aan het uitzoeken en dan kom ik deze weer tegen. En natuurlijk heel veel van onze trouwdingen zijn ook gestolen. Maar deze hebben we dan nog wel. Die past ze niet meer, maar die bewaar ik wel echt. Dit waren de schoentjes die ze aan had toen we gingen trouwen. Echt zo schattig. De bruidsmeisjes of trouwschoenen. Sarah is met ons meegetrouwd. Dus die blijven wel in de kast. Ik moest ze gewoon even laten zien. Sarah ligt lekker op de bedje. En wat, heb je zo'n honger? Heb je je eten op? Je bent wel aan het aankomen, hè? Want ik zie en voel het aan je. Dat is supergoed. Daar zijn we heel blij mee.
Ik had dat natuurlijk verteld. Ik weet niet, misschien heb ik dat vandaag verteld, misschien van de week. Maar ze krijgen nu ander voer, gemixt bij de voer. En als dat goed gaat, gaan we daar helemaal op over. Want ze was van het afvallen, maar ik heb wel het gevoel dat dit echt wel aan het werken is. Dus dat is echt wel heel prettig. En het zou ook wel tijd worden, we hebben echt al heel veel dingen geprobeerd. Maar niks werkt tot nu toe. En ik ga weer proberen vandaag op tijd naar bed te gaan. Gisteren is het nu eindelijk een keer gelukt. Die waterkook maakt echt zoveel lawaai. Ik ga weer proberen op tijd naar bed te gaan vandaag. Gisteren is het nog gelukt. Dus ik ben benieuwd of dat vandaag weer het geval gaat zijn. Ik ben zo mega trots op mezelf. Want kijk, het is net voor 12 en ik ga weer naar bed. Dus ik heb het weer gehaald. En dat is eigenlijk ook wel een beetje mijn voornemen voor volgend jaar. Gewoon wat vaker op tijd op mijn bed liggen. En gewoon kijken of ik dan uitgerust ben. Dan moet ik zeggen dat gisteren sliep ik daardoor niet echt gelijk. Want mijn lichaam had echt zoiets van, het is nog geen bedtijd. Maar toch, door het in bed liggen, voelde ik me best wel uitgerust vanochtend. Dus dat was mega fijn. Nu even dit nog uitrijden. Zo, dat was ik nog vergeten. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei!